verklapt waarom je moet uitkijken met de goedkopere Verre Oosten varianten. Blijf kijken, want zo word jij de vakman die jij wilt zijn. Mijn naam is Patrick Strijker en ik ben dé online specialist in onderdelen voor aanhangers en boottrailers. Eén adres voor alles wat los en vast aan de kar zit. Trailerplus.nl. Wil je nou meer weten over het onderhoud van aanhanger en boottrailer? Zorg dan dat je me volgt via de hashtag TrailerPlusTips. Veel aanhangers en caravans, maar soms ook fietsendragers, worden steeds vaker uitgerust met een 13-polige stekker. Soms is het nog een 7-polige en wil men zelf een 13-polige stekker monteren. En zodoende is een verloopstekker of adapter niet meer nodig immers. Ook kan het natuurlijk nodig zijn om een nieuwe stekker te monteren, omdat de schade gereden is. En de vraag van deze week luidt, heb jij wel eens een stekker gemonteerd? Reageer gerust met stekker ja of stekker nee, want zo weet ik een beetje wie er kijken en help jij ons weer mee om de zichtbaarheid te vergroten. Ook andere vragen of reacties kan je zeker kwijt onder deze video. Ik lees ze allemaal en probeer altijd zo snel mogelijk te reageren. Voor veel mensen is het een probleem om de stekker te monteren. Het lijkt echter ingewikkelder dan het is. En natuurlijk is het wel wat gepriegel om die draadjes onder die kleine schroefjes te krijgen. Zoals bij veel kleine klusjes die je zelf wil doen, geldt ook zeker hier. Alleen kalmte kan u redden. Er zijn in de handel verschillende types 13-polige stekkers verkrijgbaar. De meest voorkomende is het Jaeger-systeem. Die herken je aan de 13 kleine contactjes. Meestal 13, maar ook 7 of 8 komt voor. Daar heb ik al eens een video over gemaakt. Wanneer je die wilt zien, bekijk die dan straks ook even. En daarin leg ik dat verschil uit. De Jaeger kenmerkt zich ook door de zogenaamde bajonetsluiting. Je steekt de stekker in de stekkerdoos en borgt deze door het omhulsel een kwartslag te draaien. En zodoende zit de stekker goed vast in de stekkerdoos. Het openmaken van de 13-polige stekker kan soms wat lastig zijn. Ja, onthoud één ding, in 9 van de 10 gevallen is de kabel niet met de stekker eraan geboren, dus hij kan eraf. Bij sommigen moet je het binnenwerk tegenhouden met een speciale wartel of dop en kan je dan het huis of omhulsel losdraaien. En bij anderen moet je aan de kabelzijde vasthouden om zo de buitenhuls los te draaien van het binnenwerk. Even kijken hoe het zit en logisch nadenken is vaak voldoende. Let wel even op bij de aanschaf wat je koopt. De originele Jaeger, Members of Aspuck, zijn van uitstekende kwaliteit. Er zijn echter ook merkloze stekkers in de markt, die passen wel in de Jaeger stekkerdozen. Dat wil zeggen dat ze volgens hetzelfde systeem werken, maar er zit aan verschillende materialen en afwerking. Minder goed passende connectorpinnen, slecht draaiende schroefjes, geen goede afdichting en een slecht draaiend sluitsysteem. En zoals je in deze stekker kan zien zijn de contacten allemaal genummerd en dus kan je met behulp van het aansluitschema eenvoudig de draden op volgorde van kleur of functie op het juiste nummer aansluiten. De eerste 7 contacten zijn hetzelfde bij 7-polig en 13-polig, dus je begint eenvoudig bij nummer 1 en gaat zo op volgorde af. De kabel die heb ik gestript om zo de adereindhulzen te monteren. Wanneer je namelijk de kabel zo los inklemt, heb je kans dat een schroefje de kabel wel klemt, maar dan vooral op de mantel van de draad. De verbinding is dan niet optimaal. Je zou ook kunnen solderen of vertinnen, maar ook daaraan zitten weer nadelen. Let bij het in elkaar draaien van de stekker ook goed op dat je het nokje en de sparing van het stekkerdeel en het omhulsel goed begeleidt. Anders past de stekker echt niet in elkaar. Wanneer alles in elkaar zit, kan je het buitenwerk op het binnenwerk vastschroeven. Gewoon hand vastdraaien totdat je een klik hoort en voelt. Dan zal ook de afdichting goed zijn werk doen. Draai als laatste de wartel om de kabel goed vast, zodat dit rubber ook goed afdicht op de kabel. Hiermee voorkom je dat water langs de kabel de stekker inloopt. En heb je nou geen Jaeger-stekker, maar een andere 13-polige? Ook daarover maakte ik al eerder een video en die vind je in dit scherm. Geef deze video nog even een duimpje omhoog en vergeet niet om te abonneren. Ik zie je graag in die volgende aflevering. Oh ja, de domme fout die ik maakte zie je hier in beeld. Met het insnijden van de zwarte kabelmantel was ik net iets te enthousiast en raakte de mantel van de rode ader. Nu zie je blank koperdraad en dat kan zomaar vervelende storingen geven. Wanneer je dan denkt klaar te zijn, kan je dus helemaal opnieuw beginnen. Controleer dat dus van tevoren. Voor de stappen in deze video is het minder relevant, maar ik denk dat de oplettende kijker het wel heeft gezien. Waarvan akte. Mooi.